Meneer de minister, collega's, gisteren in Engeland, 39 mensen. Zijn ze daar verstikt? Zijn ze daar als het ware bevroren? Niemand gaat het als het ware zeggen. En het was niet de eerste keer en het zal waarschijnlijk ook niet de laatste keer zijn. Maar we zijn er allemaal van overtuigd dat deze waanzin moet stoppen. En voorlopig, meneer de minister, zijn de omstandigheden niet gekend. Eén iets is er zeker, die vrachtwagen is ook via Zeebrugge gekomen. Dat ze in Zeebrugge zouden ingeklommen zijn, dat lijkt absoluut niet zeker. Integendeel, het zou bijna niet kunnen. Het is nu aan het federale parket om hun werk te doen. Maar dit is niet de eerste keer dat ik hier sta, meneer Dazen. Dit is al 5 jaar aan een stuk dat ik pleit. Dat ik pleit dat we die strijd tegen de mensensmokkel, dat we dat hoog blijven op de agenda gaan plaatsen. Want als er mensensmokkel is, is het gevolg meestal de dood. En daarom is het zo belangrijk dat we naast voldoende middelen voor het gerecht, dat we ook middelen naar die politie gaan. Dat er voldoende mensen aanwezig zijn, dat ze een goede materiaal hebben, maar ook dat onze infrastructuur in onze haven. Sinds september werkt, en we moeten daar eerlijk in zijn, sinds september werkt die scanner voor die warmtedetectie pas goed. Maar onmiddellijk gaan ze daar met koelwagens in en kan dat systeem niet gebruikt worden. Er wordt ook al gespeculeerd alsof er zou gesjoemeld zijn geweest met de verzegeling. We moeten proberen die smokkelaars, die mensensmokkelaars die ons voor zijn, daar een antwoord op te bieden. En daarom heb ik enkele concrete vragen voor u. Kan u ons een laatste stand van zaken geven? Wat wordt er op dag van vandaag gedaan tegen die mensensmokkel in Zeebrugge? Meneer de minister, kan u bevestigen dat, zoals in de laatste 5 jaar, mensensmokkel absoluut een prioriteit is van u en van deze regering in lopende zaken? Zal u extra maatregelen nemen, maatregelen naar extra mankracht of ter plaatse naar die infrastructuur in onze haven? En er is een stijging, ik heb daar ook cijfers rondgevraagd, er is een stijging van het aantal mensen die inklimmen ook in onze haven in Zeebrugge. Heeft dat, denkt u, te maken met de Brexit die voor de deur staat? Of moeten we daar extra maatregelen nemen met die Brexit die voor de deur staat naar aanleiding van de veiligheid? Dank u wel. Cher collega en beste collega's, ik heb in de eerste plaats na het vernemen van het nieuws mijn diep leedwezen namens de Belgische regering en alle landgenoten overgemaakt aan de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk en ook aan de ambassadeur van China, van de Volksrepubliek, omdat de slachtoffers van Chinese nationaliteit zijn. De exacte omstandigheden waarin dit drama zich heeft voltrokken zijn ons nog onbekend. Ik moet zeggen dat dit nu het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek, niet alleen in België, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, en dat het federaal parket in samenspraak met het parket van Brugge dit onderzoek is gestart, maar een absoluut communicatieverbod omtrent gegevens die betrekking hebben op dit drama heeft afgekondigd. En daaraan moet ik mij ook houden. Maar wat ik zou willen zeggen is het volgende. Er zijn zaken die hier door elkaar worden gemengd. Ten eerste de Brexit. Blijkbaar heeft dit drama niet zozeer te maken met een aangekondigde Brexit. En wat de Brexit betreft zou ik nog wel willen zeggen dat een Brexit later zal doorgaan dan we hadden gedacht en dat op dat vlak het Verenigd Koninkrijk met alle rechten, maar ook met alle plichten in de Europese Unie blijft tot op het moment dat ze zullen uitgestapt zijn, misschien in het begin van volgend jaar. En dat dit geen reden is waarom dit drama zich heeft voltrokken. Twee, is het Verenigd Koninkrijk een aantrekkingspool voor mensen van buiten de Europese Unie? Dat is het zeker. En speelt het Verenigd Koninkrijk als aantrekkingspool een belangrijke rol in transmigratie? Ongetwijfeld. En we weten wat dat probleem is. En het is niet nieuw. Het zijn mensen die willens en wetens geen asiel willen aanvragen en die enkel één bedoeling hebben, zo vlug als mogelijk naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen geraken. En dat doen in de klauwen van mensenhandelaars. En dit is absoluut een geval van diep misbruik van menselijke waardigheid door een schabouwelijk netwerk dat internationaal is en dat is van mensenhandelaars. En wat we in België bestrijden. België is een transitland.
Dat is het altijd geweest en dat zal het altijd blijven. Maar ik zou willen zeggen aan diegenen die gedurende 4 van de 5 jaar de verantwoordelijkheid hebben genomen, eens te meer, waar waart je? Want wat heb ik moeten doen toen ik begin december het departement aantrof? Wat heb ik moeten doen? Personeel verplaatsen van andere diensten naar de provincie West-Vlaanderen, collega Dazen. Mensen die beloofd waren, die er nog niet waren. Verbindingsofficieren moeten sturen naar het Verenigd Koninkrijk. De toegezegde capaciteit was niet gerealiseerd. Ik ben in de korte periode dat ik er was, in Jabeke geweest. In de korte periode dat ik er was, in Manneke-Sfeer geweest. Op het grondgebied van Middelkerken. Persoonlijk de controles uitgevoerd, helpen uitvoeren in Adinkerken en de bannen met Frankrijk. Daarover gaat het, meneer Franken, daarover gaat het. En ik heb in Zeebrugge de middelen vrijgemaakt voor de scanners, heb de middelen vrijgemaakt voor de persoonlijke controles en dat heeft u niet gedaan. En dat heeft u met de N-VA niet gedaan. En dat, mijn vraag is, waar waart je? Je waart er niet op het moment dat je het kon doen. En dat weet iedereen. Wat betreft de Europese aanpak. Niks met politieke spelletjes te maken. Politieke realiteit. Op het terrein zijn en doen wat er moet gedaan worden en geen aankondigingspolitiek. Dat is hetgeen wat we gedaan hebben. Ook op uw verzoek, meneer Dazen, op uw verzoek ook in Wetteren. Ook in Wetteren is het gebeurd. Waar we de eerste keer controles hebben uitgevoerd. Ten tweede, de aanpak zal Europees zijn. Of hij zal niet zijn. In een informeel onderhoud dat ik heb gehad met mevrouw van der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, heb ik haar onmiddellijk met de neus op de feiten gedrukt. België, transitland, transmigratie, grenscontroles. En ik wil ook meneer De Vriend in mijn antwoord betrekken. Wat gaan we doen en wat moeten we doen? We hebben een organisatie en die organisatie is Frontex. Maar Frontex is een organisatie die in het oosten van Europa zit, maar die eigenlijk onvoldoende haar werk doet. Ik heb mij geëngageerd om namens de Belgische regering meer mensen en middelen in Frontex te organiseren aan de buitengrenzen van Europa. En dat is een antwoord op de vraag. Anderzijds is het ook zo dat heel veel mensen zich op het grondgebied begeven die niet in aanmerking komen voor politiek asiel en voor wie het nog altijd een aantrekkingspool is om zich naar het Verenigd Koninkrijk te begeven. Dus mensen, mankracht en middelen zijn aangewend geworden en veel meer dan vroeger om in deze moeilijke omstandigheden het probleem te gaan beheersen. Is het uitgesloten dat er incidenten zijn? Nee. Wachten we het onderzoek af? Ja. Ben ik bereid om in de commissie te komen en uitleg te geven bij de afwikkeling van deze zaak en te tonen welke inspanningen we hebben gedaan? Zeer zeker. En dat bied ik aan het parlement. Minister De Krem, voor u. Meneer de minister, we zijn een transitland. We hebben een Europese aanpak nodig. Maar ik denk ook dat we moeten leren om te proberen die mensensmokkelaars voor te zijn. En dat we in onze apparatuur, onze mensen, als het gaat over die scanner, die u hebt gelijk, u hebt die laten werken in september. Maar het blijkt dat dit nog onvoldoende is. Dat we ook tegen, als het ware, die verzegeling, dat ze daar proberen mee te sjoemelen, dat we daar oplossingen voor zoeken en dat we dat samen doen, zodanig dat deze waanzin stopt. Dank u wel, mevrouw Kerk.